welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. Vandaag een merk die voor mij niet onbekend was, maar ik had er nog nooit iets van geprobeerd. En dat is het merk Bella Pierre. Dit merk zit in Engeland, dus je kunt makkelijk gewoon bestellen van hun website zonder dat je douane en al die onzin moet betalen. Bella Pierre Cosmetics heeft mij een heel PR-pakket verstuurd met echt superveel make-up erin. En toen ik het zag, ik dacht echt bij mijn eigen, dit is echt meer dan genoeg voor een YouTube video. Dus ik dacht, ik ga hier gewoon een video van maken op mijn YouTube kanaal. Het is heel veel make-up, maar het is toch helaas niet genoeg voor echt een full face, want er zit bijvoorbeeld geen foundation en zo bij. Maar in principe is het wel echt meer dan genoeg make-up. En dan, ja, qua foundation en zo gebruik ik dan gewoon eentje van mezelf. Toen ik de producten kreeg in mijn hoofd, dacht ik bij mijn eigen, ik weet ook niet waarom, maar ik dacht dat het een beetje Maybelline prijzen zouden zijn. Maar toen ik het online ging opzoeken, kwam ik erachter dat de Bella Pierre best wel aan de dure kant zit. De producten zijn echt best wel duur. De prijzen zijn echt best wel hoog. Dus dat betekent ook dat ik weer ietsje strenger ga zijn in mijn review. En ja, dan heb ik nou hier wel lang genoeg gezeten zonder make-up op. Met mijn gezicht van iemand van 12 jaar. En dan gaan we gewoon nou snel beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik ga ook weer vandaag eerst beginnen met mijn oogmake-up en dan pas mijn gezicht. Omdat ik niet weet of er fallout gaat zijn en al die onzin. Dus ik hou graag mijn gezicht nog even gewoon bloot. Voor oogschaduw heb ik een aantal dingen. Ik heb dit heel leuk Bella Pierre neutraal oogschaduwpalet met heel veel neutrale kleuren. Dit is de 12 Color Pro Natural Eye Palette. En je hebt 7 glanzende kleuren en 5 matte kleuren. Oh, ik heb hier net online een website gevonden, parfumdreams.nl. En daar verkopen ze ook Bella Pierre. Dus ja, dan heb je het gewoon vanuit ons land. En ik zie ook weer gelijk dat dit een paletje 40 euro is. 40 euro vind ik heel erg duur. Als ik zo naar de verpakking kijk, vind ik het gewoon echt een hele goedkope verpakking. Deze kleuren zitten ook een beetje scheef erin. Ik weet niet of je het echt goed kunt zien op beeld. Ja, je kunt hem wel zien. Vooral die is een beetje scheef. Die ook, die ook. Voor 40 euro verwacht ik wel iets meer qua verpakking. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de kwaliteit. De kleuren zien er heel mooi uit. Heel veel mooie natuurlijke kleuren. En dit vind ik echt qua kleuren echt een ideaal natural palette. Ik ga dit paletje combineren met de Bella Pierre Liquid Shadow Eye Candy Quad. Dit zijn dus 4 prachtige liquid oogschaduwen die ik ook wil gaan opdoen. Ik ben normaal niet echt van de liquid oogschaduwen, omdat die gewoon altijd heel moeilijk blenden en al die onzin. Maar ik ga het toch gewoon proberen, want ik heb hem hier. Deze set is $65. Dat is echt iets van tussen de 50 en de 55 euro. Mijn god zeg, deze prijzen zijn echt hoog. En dan heb ik hier iets heel aparts, wat ik echt werkelijk nog nooit eerder heb gezien. Dit is de Bella Pierre Cosmetics Bella Stack. Volgens mij heet die zo, hier staat stack. En dit is letterlijk een stack met al deze verschillende glanzende glitterachtige kleuren. En hier op de zijkant staat dat je het als oogschaduw kunt gebruiken. Als cream oogschaduw, blush, eyeliner, een lipkleur, nagellak, een mascara, bronzer. Dus dit zijn echt van die glitters die je voor verschillende dingen kunt gebruiken. Maar ik ga ze gewoon voor oogschaduw gebruiken. Dus ik ga al deze producten gebruiken als oogschaduw look. Ik ga eerst beginnen met het paletje, obvious. Ik ga eerst mijn ogen primen met de Too Faced Shadow Insurance oogschaduw primer. Ik begin met de lichte glanzende champagne kleur. Die heet ook gewoon echt champagne. En die breng ik zo aan onder mijn wenkbrauw. Dan pak ik de hele lichte bruine matte kleur. Die heet Padding. En met de grootste fluffy kwast weer uit mijn ogenkwasten set, breng ik deze aan in mijn elkaarboog. Ik ga vandaag zo een beetje rond in plaats echt naar buiten. Omdat ik vandaag een halo eye wil gaan maken. In plaats altijd maar die halve cut creases die ik bijna altijd maak. Dan pak ik de donkerbruine kleur, die heet Chocolate Tart. En met de medium fluffy kwast uit mijn set breng ik deze kleur ook zo aan in mijn arcadeboog om het iets donkerder te maken. Wat ik dan wel weer echt mis is een iets donkerdere bruine kleur dan die. Want nou is het echt zo die twee kleuren en dan gelijk zwart. Maar ik pak voor nou deze zwarte matte kleur, die heet Noir. Noir is zwart in het Frans. En dan met een platte fluffy kwast breng ik de zwarte kleur aan. Oeh, die is echt heel zwart. Oké. We gaan een beetje van de kwast afhalen. En dan ga ik het hier in de buitenste hoek een beetje donkerder maken. Maar dit ga ik ook doen hier in de binnenste hoek. Dan pak ik weer die donkere bruine kleur.
En daarmee ga ik het een beetje hier zo uitblenden bij de randen in mijn crease. Ik moet wel zeggen, ik ben best wel impressed tot nu toe met alle kleuren. Vooral die zwarte kleur, die is echt super zwart. Nou is hij iets minder zwart, maar hij had echt zwarter kunnen zijn. Als ik gewoon niet zo weinig aanbracht. Maar ja, ik wilde niet te veel aanbrengen, want dat gaat niet staan met de look die ik nou in mijn hoofd heb. Dus ik heb maar een heel klein beetje aangebracht en het is echt al super zwart. Dus oh my god. Zo, ik laat het voor nou even zo. Nou, qua kwaliteit vind ik dit paletje echt top. Dan ga ik over naar de Liquid Oogschaduwen van like 140 euro. Nou, dit zijn dan de vier kleuren die je krijgt. Je hebt hier het paars, blauw, roze en groen. Het zijn echt vier prachtige, glanzende, glitterige oogschaduwkleuren. Die het slechtste, zwartste is de blauwe. Maar voor de rest ziet het er allemaal wel goed uit. Ik wil het vandaag een beetje donker, smoky houden. Dus ik ga voor de onderste kleur, dat is een beetje een... Nee, ik zei net paars, maar het is een beetje een cooltoon grijsbruine kleur. En deze kleur breng ik dan zo aan hier in het midden. En dan een beetje soort van inblenden ofzo. Nou, deze kleur is mooi. Het blendt ook echt prima in. Het is mooi glanzend. Ook wanneer ik erover ga met mijn kwast gaat het er totaal niet af. Het blijft gewoon zitten, maar het blendt ook wel weer mee. Dus ja, het is gewoon echt een ideaal product. Ik pak nog een beetje van de zwarte matte kleur. En die breng ik hier nog een beetje extra aan om het nog een beetje in te blenden met de glanzende kleur. Oh, echt top dit. Wauw, hier is hij nou ook heel erg mooi. Mensen, ik ga niet overdrijven als ik gewoon, nou gewoon eerlijk ga zeggen dat dit de beste glanzende liquid oogschaduw is die ik ooit heb geprobeerd. Dit is echt niet te doen hoe makkelijk dit blendt, hoe het ook gewoon blijft zitten, hoe mooi het glanst. Het is een super duur pakket, je krijgt er wel vier, maar ik vind het gewoon echt wel de prijs waard, want het is ook echt gewoon echt super mooi en super goed. Echt, I really love it. Nou zijn we nog niet klaar, want ik heb hier ook nog deze glitter stack. Zo zien dan al die kleuren eruit. Ik heb zoiets echt werkelijk nog nooit gezien. Je krijgt 9 prachtige kleuren. Dit zijn alle kleuren. En het zijn ook een beetje naturel kleuren. Vooral heel veel gouden kleuren. Ik vind het een hele goede match met dit oogschaduwpaletje. En ik wil dan gewoon van een van deze glitters gewoon nog zo aanbrengen op mijn oog voor een extra oef. En ik ga denk ik voor deze hele lichte kleur, die heet Champagne. Oh, ik zie nou wat het zijn. Dit zijn geen glitters, dit zijn een beetje glanzende pigmenten, losse pigmenten. Oké, ik weet alleen niet hoe ik ze los van elkaar krijg. Oh, je kunt ze gewoon allemaal zo los van elkaar draaien. Oké, dat is handig. Nou, ik pak gewoon gelijk de hoogste. Ik ga het proberen te laten zien zonder te knoeien. Oké, ik ga zien of ik dit kan aanbrengen zonder echt een plakkerige iets eronder te doen. Ik maak mijn kwast een beetje nat met MAC Fix Plus. En dan breng ik gewoon zo een klein beetje aan. Kijk, hij heeft nou wel de kleur een beetje veranderd. Hier is het nog iets meer grijs-wittig en hier is het nou iets meer champagne. Het is dus niet echt een glitterige kleur, maar echt gewoon een glanzende pigment. Ik breng ook zo een beetje aan onder mijn wenkbrauw met wat er nog op de kwast zit. Oké, ik wil toch nog wel weer iets meer terug naar die wit-grijze kleur. Dus ik pak de witte kleur hieronder. Die is gewoon echt wittig. Dan pak ik daar ook een heel klein beetje van en daarmee ga ik er overheen. Oh, die is wel echt heel wit. Oké, dat had ik misschien niet moeten doen. Dit haalt nou echt iets te veel glans weg. Kijk, deze is nog mooi glanzend. Omdat deze kleuren zijn niet echt heel glitterig. En de liquid oogschaduw was het wel. Dat vond ik wel iets mooier. Maar ik wilde toch dit wel laten zien aan jullie. Maar ja, nou moet ik het ook bij het andere oog aanbrengen. Anders matchen ze niet meer. Ik heb ook een liquid eyeliner van Bella Pierre. En zo ziet hij eruit. Gewoon een vrij normale verpakking. En een beetje een dikkige punt. Ik maak hiermee geen wing, maar gewoon een lijn over mijn wimperrand. Ik ben geen fan van de eyeliner, want de applicator is ook hard. Het is gewoon net zo'n stok. En daar hou ik gewoon echt niet van. Ik wil altijd dat de applicator een beetje zo smooth meebeweegt, want dan brengt hij ook altijd fijner aan. Dus ik had ook een beetje moeite met aanbrengen. Hij is wel heel zwart en heel mat, maar ik kan er hier 3 van Essence benoemen die dat ook doen. Dus ja, nee, geen fan hiervan. Heb ik een mascara? Volgens mij niet. Nee, ik heb verder geen mascara, dus ik gebruik gewoon eentje van mezelf. En als nep wimpers gebruik ik Tati wimpers in de stijl TL3. Mensen, ik heb nog heel even snel opgezocht. De box met alle 4 de liquid oogschaduwen is 50 euro. Maar je kunt ze gelukkig ook gewoon per stuk halen. En per stuk zijn ze 15 euro. Dus dat is wel handig om te weten, want ik vind ze echt super goed. Dan mijn gezichtsmake-up. Ik heb van hun een primer gehad, maar omdat ik al zoveel primers heb, ik word er echt in overspoeld, wil ik hem vandaag niet proberen, want ik
ik wil hem in de winactie doen. Dus ik ga deze overslaan voor vandaag. Dus ik ga mijn gezicht primen met de W7 Princess Potion. Hij is op! Dat is dus hoe fijn ik hem vind. Dan heb ik hier twee Liquid Gold. Ze heten echt Bella Pierre Liquid Gold. En ik heb er echt één in het White Gold en eentje in 24K. Die is iets meer bronzy-achtig. Dit zijn van die liquid creams. En er staat op de verpakking dat je ze kunt mixen met je foundation voor een extra glow. Of je brengt het gewoon gelijk aan op je gezicht voor een glow. Dit zijn de twee kleuren. Je hebt hier White Gold en 24K. Omdat dit een review video is, ga ik ze gewoon allebei gebruiken. Ik ga de White Gold gelijk aanbrengen op mijn gezicht. Bij alle punten waar ik een extra glow wil. Ik breng het aan met mijn Sarah Marie Cosmetics Foundation Quast. En dan breng ik gewoon zo een beetje erop aan. Oh, ik ben alweer aan het knoeien, jongens. Ik breng dan sowieso een beetje zo aan bij mijn jukbeenderen. En een beetje zo bij mijn voorhoofd. Oh, ik heb een beetje veel gedaan daar. Nou, het geeft zeker een glow. Oké, dan foundation. Ik heb weer zelf bruin erop, dus ik moet een iets donkerdere kleur pakken. Ik denk dat ik weer ga voor mijn Super Stay Foundation van Maybelline. En dit is in de kleur... Welke kleur is dit? 40 van. Is niet echt helemaal mijn kleur. Ik moet een andere kleur halen eigenlijk. En ik ga de 24K ermee mixen. Dan breng ik gewoon dit zo op de foundation aan. Niet too much, gewoon een klein beetje. En dan gewoon inblenden in mijn gezicht. Nou, zo helemaal ingeblend. Ze geven zeker een glow, want dit is echt een matte foundation. En ik zie nou nog steeds wel echt de glow er doorheen. Dus ja, ik vind ze fijn. Een heel klein puntje van kritiek. Ik vind dat ze iets beter mogen meeblenden. Het kost je een beetje effort. Maar ik vind zulke glow creams wel echt fijn als je voor een glowy resultaat wilt gaan. Ik heb geen concealer van hun, dus ik gebruik mijn Infallible Concealer in de kleur 331. Ik heb ook hier van hun contourstick gehad. En dan heb je hier de contourkleur en hier een highlightkleur. Er staat verder geen kleur op of zo. Oh jawel, Dark Deep heb ik gehad. Oh mensen, ik zie hier weer online bellapierre-shop.nl. En dat is ook gewoon een NL-website waar ze dus Bella Pierre verkopen. Dus dat is ook handig om te weten. De contourstick is 20 euro. Dus we gaan even kijken wat we ervan vinden. Hij doet me aan de NYX contourstick denken. De highlightkleur is echt gewoon een glanzende kleur. Wel echt heel erg mooi. En dit is de contourkleur. Ziet er echt heel mooi uit. Echt een grijze ondertoon. Ik vind hem wel licht voor deep dark. Dit zou een donkere kleur moeten zijn. Ik vind hem wel echt heel erg licht. Dat wel. Het had echt een stuk donkerder moeten zijn. Ik vind dit echt light. Like, oh my god. Dit is toch geen deep dark. Hij gaat kapot. En ik had hem helemaal niet te ver uit of zo. Hij kon nog helemaal tot hier. Oké, mensen. Ik vind de kleur niet mooi. Ik vind hem niet fijn aanbrengen. Een beetje stroef ook. Hij is 20 euro en hij is al kapot gegaan. Dus deze is voor mij echt een no. Maar ik ga het wel afmaken. Ik breng het ook hier zo aan bij mijn neus. Ik zie ook echt dat hij foundation meepakt. Nee, dit is voor mij echt een no-no. Dan even een beetje inblenden met mijn spons. Dan heb ik ook hier hun Banana Setting Poeder. 25 euro voor zo, een klein potje. Op zich een fijne poeder, alleen wel echt veel te geel voor mij. Zoals je kunt zien, het is hier nou echt... helemaal geel. Dus hij is wel echt alleen voor de iets donkerdere huid. Maar ik vind hem wel mooi. Het is een fijne poeder. Hij bracht ook gewoon fijn aan. Hij laat niet echt zo'n vieze waas achter. Nou wel, omdat gewoon de kleur niet matcht. Maar dat ligt niet aan de poeder. Dat ligt gewoon echt aan de kleur. Hij maakt ook gewoon mooi mat. Hij is zo lichtgewicht. Ik vind het wel een fijne poeder. Hij is wel echt veel te geel. Dus ik gebruik even mijn Essence Banana Poeder. Die wel gewoon witachtig is. En daarmee ga ik er even een beetje overheen. Om het een beetje... te verlichten. Dan even poeder contouren met de Ethos contourpoeder. En dan een beetje MAC Fix Plus. Dan even de ogen afmaken. Als oogpotlood gebruik ik de zwarte Colourpop X Weva oogpotlood. En dan pak ik mijn oogschaduwpaletje. Dan pak ik eerst de matte zwarte kleur Noir. En die ga ik dan uitblenden met de donkere bruine kleur.
Dan pak ik deze witte matte kleur. Die heet Snowflake. Ik wou maar dat die glanzend was geweest. En die breng ik zo een beetje aan hier in mijn binnenste ooghoek. En dan met de glanzende kleur Champagne. Ga ik daar zo nog overheen. Wat ik dan misschien ook wil doen, is dat ik deze licht roze liquid oogschaduw kleur pak. Die heet Solar Flare. En dat ik een beetje zo met mijn kwast eraf pak. En die ook zo aanbreng hier in mijn binnenste ooghoek. En dan nog wat mascara op de onderste wimpers. Dan ga ik bronzen met iets wat me niet echt aanstaat. Maar ik ga gewoon kijken wat ik ermee ga doen. Dit is de Bella Pierre Mineral Bronzer. En dit is dus een losse poeder. Maar hij glanst echt best wel veel. Dus ik weet niet of dit iets gaat zijn voor bronzing. Ja, kijk even die glow. Ja, nee, dit gaat hem dus niet worden. Wat ik ga doen is, ik ga een normale bronzer gebruiken. En dan misschien met dit product er een beetje overheen. Ik gebruik MAC Give Me Sun. Zo, en dan pak ik een beetje van die poeder. Zo, hierop. En dan ga ik er gewoon een beetje zo mee overheen. Het blendt ook niet echt top mee of zo. Kijk dit, het blijft gewoon zo zitten. Wacht, ik pak even mijn highlighter kwast. Dan ga ik die gebruiken. Nee mensen, dit is wel gewoon echt een glow. Ik zou dit gewoon gebruiken als loose highlighter. Daarvoor vind ik hem wel echt heel mooi. Dan heb ik hier de Bella Pierre Blushing Palette. Ook weer best een duur paletje. En de verpakking is best wel goedkoopachtig. Dit is dan wat je krijgt. Wel 6 hele mooie kleuren. In het echt zijn ze iets heftiger dan hoe het op beeld lijkt. En je hebt een spiegel erbij. Dat vind ik ook fijn. Ik ga denk ik de oranje kleur mixen met een beetje meer donkere roze kleur. Zo, er komt wel echt veel vanaf. Dus gebruik niet te veel. Oké, dit is wel echt heftig. Maar ik vind het wel een mooi paletje. Dan pak ik weer de bronzingpoeder. Wat ik ga gebruiken als highlighter. En dan breng ik die gewoon zo een beetje hier aan. Ja, heel mooi. Is dit een specifieke kleur? Dit is de kleur Starshine. Dus let wel op, dat is een vrij donkere kleur. Ik ben blij dat ik nou zelf bruin erop heb. Wauw, echt heel mooi. Ik vind dit echt heel mooi. Een beetje op mijn neus. Dan heb ik hier ook twee highlighter paletten van hun. De Glowing Palettes. Ik heb hier 1 en hier is 2. En dit zijn dan de kleuren. Nummer 1 is iets meer neutrale kleuren. En 2 is iets meer apart kleuren. Ik ga ook 2 in de winactie doen. Dus die maak ik niet open. Zo ziet die er dan uit. Ik vind €40 wel echt heel erg duur. De kleuren zijn ook best wel heftig. Best wel kleurrijk. Het is gewoon net een oogschaduw. Kleuren zijn wel heel heftig glanzend. Even kijken. Ik ga de lichtste kleur pakken. En die breng ik dan ook gewoon zo een beetje hier overheen aan. Zo, ik ben nou wel echt al over één grote glow. En die kleur breng ik dan ook zo aan hier op mijn neus. En een beetje in mijn binnenste ooghoeken. Als laatste de lippen. Ik heb hier 3 lipsticks van hun. Dit zijn de matte lipsticks. Ik heb hier Hot Head, Incognito en Aloha. Ik moet zeggen, ik heb de lipsticks al opengemaakt en geswatcht toen ik het pakketje kreeg. En voordat ik de prijzen überhaupt wist, vond ik de lipsticks er heel luxe en heel mooi uitzien. En ze swatchten ook super mooi. Dus dat viel mij al op gelijk. Dit zijn dan de verpakkingen. Echt heel mooi en heel luxe. En dit is dan hoe ze eruit zien. Ze swatchen ook echt geweldig. De lichtste nude kleur, die heet Incognito. De middelste felroze kleur, die heet Aloha. En de meer roodachtige kleur, die heet Hothead. Ik ga de nude kleur aanbrengen. Die heet Incognito. Nou mensen, ik moet zeggen, deze lipsticks zijn echt geweldig. Ik vind ze zeker de €20 waard. Even duur als een MAC lipstick, maar ook even goed. Echt super mooi. Ook echt heel gepigmenteerd. Ze zijn creamy, voelen fijn aan. Je hoeft niet heel vaak eroverheen, want ze geven gewoon gelijk genoeg kleur en dekking. I like it. Dan heb ik hier ook nog de Holographic Lip Glosses. Dit zijn dus 4 kleuren. Een beetje een oranje, een nude, een roze en een wit holographic. Die ga ik ook proberen. Nou, dit zijn dan alle 4 de kleuren. Heel mooi holographic-achtig. Dan heb je hier een oranje, roze, paars en een beetje een wit-groenige. Ik doe gewoon even gek en ik ga voor de wit-groenachtige. Die heet Polaris. Ja, heel erg mooi. Brengt fijn aan. Het is ook niet zo overdreven holographic groen in je gezicht. Het is gewoon een hele subtiele holographic glow. En ja, dit zou ik zeker opdoen. Ik hou altijd van lipgloss. Deze alle 4 zijn echt top. Ik vind ze mooi. Ze plakken niet.
En ze ruiken ook lekker. Nou, dan als laatste nog wat setting spray. Aangezien we nou in de holographic vibe zijn, ga ik voor de W7 Ready Set Glow Holographic Spray. Nou, ik ben weer heel erg blij met de make-up look. Ik vind het echt een hele leuke look. Ik ben altijd heel erg blij als het meeste gewoon goed is. Ik zal nog even snel vertellen wat ik van alles vind. Ik vind het meeste goed, maar een paar toch niet zo goed. Ik begin met wat ik gewoon goed vind. Deze pigmentenstack is echt top. Je kunt er van alles mee doen. Maak ze nat en je hebt een eyeliner. Of je kunt ze gewoon droog opdoen als hoe ik vandaag heb gedaan. Ze hadden ook niet heel veel fallout en je hebt echt superveel kleuren. De lipglosjes vind ik ook heel erg fijn. Ik heb er nou eentje op, zoals je net hebt gezien. En ik vind ze echt mooi. De poeder, ondanks dat de kleur niks is voor mij, vind ik hem wel heel erg mooi. Wat ik wel minder vind, is dat je niet heel veel krijgt voor best wel een hoge prijs. Dus winnaars van vandaag zijn echt zeker deze liquid oogschaduwen. De beste liquid oogschaduwen die ik ooit heb geprobeerd in mijn 24-jarig bestaan. Ik vind ze echt geweldig. De glow creams vind ik ook heel erg mooi. Ik vind ze niet echt wowie, maar ze geven zeker echt wel een glow. De lipsticks ook echt geweldig. Staan zeker op de tweede plaats van de beste producten van vandaag. Dit oogschaduwpaletje, hij is 40 euro jongens, dat is wel echt duur. Qua kwaliteit vind ik het zeker de 40 euro waard. De kleuren zijn heel heftig, blenden echt super makkelijk. Ik had er geen enkel probleem mee. Alleen de verpakking is wel echt cheap. Je hebt ook geen spiegel, niks. En de kleuren zijn ook niet per se heel anders. Je hebt zo'n nude, naturel palet echt al voor een stuk minder geld. Maar ik vind hem wel gewoon mooi en fijn. De glanzende bronzer vind ik heel mooi als highlighter. Daar zou ik hem voor gebruiken. Het blush paletje vind ik ook heel erg mooi. De kleuren zijn wel echt heftig. Maar ik heb wel het gevoel dat ze echt gewoon goed blijven zitten. En ik vind ze wel mooi. De prijs is wel echt hoog. Vind ik ze per se de hoge prijs waard? Niet per se. Zo'n paletje heb je ook voor minder geld van niks. Wat vond ik gewoon ronduit niet zo goed? Dit highlighter paletje is gewoon niet mijn ding. Ik vind hem sowieso geen 40 euro waard. Ik vond de glow wel heel heftig en dat vind ik wel mooi. Maar ik vind de kleuren gewoon iets te kleurrijk en een beetje apart. Dus nee. De contourstick ging letterlijk kapot en de kleur is echt super licht. En hij is niet creamy en blend niet fijn. En de eyeliner vind ik ook gewoon niet fijn omdat hij gewoon niet fijn aanbrengt. Dus ja, that's it. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!